had afgesproken natuurlijk met Mart en met Lars. En denken jullie dat ze er al zijn? Of denken jullie dat ze er nog niet zijn? Laat het nu weten in de comments. Rocco! 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 Het is te laat, jullie zijn te laat. Zeker. Je bent te laat. Ja. Kan gebeuren, kom door Mart. Nee, kom zeker niet door mij. Twintig minuutjes krijgen we, Mart. Ja, je merkt dat er ineens iets op het spel staat. Weet je, Almere City is natuurlijk een super media-genieke club. Werken altijd graag mee. Nu zijn we ook van harte welkom. Maar we mogen ook de daily opnemen. Ja, zo. We mogen de daily opnemen. En toch merk je wel, het gaat om meer dan anders. En dat is wel logisch. Maar Almere City is klaar voor de Eredivisie. Ja. Dat is de zin, denk ik, die ik met betrekking tot Almere City het vaakst denk ik in mijn leven heb gehoord. Ja. Ik bedoel het ook zeker niet zien, maar het wordt altijd gezegd. Misschien is het wel gewoon een keer tijd. Ze hebben ruimte zat. Ze hebben ruimte zat, ja. Noem het een parasiet. Moet je meelift op dit succes? Nou, help maar dan. Ze zeggen wel hoe goed ze zijn opgevoed. Hele beleefde jongens. Ja, maar dat is de Alex Pastoor methode. Ja, is ik denk trouwens oprecht dat het zo is. Ik vind Alex Pastoor best wel iemand die zegt... Yo, je zegt tegen iedereen gewoon netjes goedemorgen. Ja, maar ja. Vind je dat niet? Ik vind dat echt niet voor Alex Pastoor. Ook voor het Wiegers Maduro trouwens. Dat is ook altijd keurig. Krijg je dan ook als je zin hebt om, als je dit ziet, dat je zin krijgt om zelf te voetballen? 100%. Je ziet die gasten het veld op gaan en dan een beetje kutten met die bal. Dat is echt prachtig. Ik weet niet wat daar gebeurt. Kunnen we dat bij ons op kantoor ook niet gaan doen? Waarom ik stel voor dat wij dit bij jou doen. Nou, dan moet Martin. Hoe is het met de spanning, Lens? Goed, bijzonder spannend. Zijn we al begonnen of niet? Ik merk vooral eigenlijk heel veel vertrouwen, dus wat dat betreft zit het wel goed. Maar ja, ik hoop vooral dat wij veel die bal gaan hebben en wat doelpunten te maken. Dus, Leuk man, ja. Ik heb er ook echt zin in. Ja, jullie komen morgen ook kijken? Tuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker. Dan spreken we je weer. Zeker. Ik zou willen zeggen, regel een bal, dan zal ik het even één keer voor. Nou, ik moet er best wel even eentje pakken. Ja? Ook even een bal. Ja, als je dat wilt doen, ja, als je gaan we recht, zien. Dan schiet ik hem buitenkant rechts in de verre kruis. Nou, dat zou ik heel knap vinden. Ja? Ik ga even een bal halen. Ga even een bal halen. Ga even een bal zo meteen. Nee, jij gaat eerst die bal even in de kruising jagen en dan hebben we nog even Alex. Ja. Zullen wij het niet doen? Is goed, jongen. Wat zullen we vragen? Over die zelfverzekerde houding ben ik wel benieuwd. Wat het Wiegers ook zijn na afloop. Ik ben heel benieuwd, hè? Let's wat denk je? Ik heb contract verdienen bij Almere, zo, hè? Maar moet hij echt in de... Of mag hij als hij erin zit tappen? In dat net vind ik wel af. Die moet gewoon erin gooien, hoor. Nee, joh! Ja, het valt me niet tegen. Ik vind dat je nog steeds een shirt verdient, maar als je... Ja? Ja, is goed. Ja, dankjewel. Ik ga het mooi, niet verwachten. Nee, vind je niet tegen? Nee, maar ik trapte een beetje rustig, want ik denk anders ga ik op mijn bek. Ja, daar was ik bang voor. Ja. Nou, hoopte ik op. Persoonlijk. Ja. Alex, hoe was de rest van de training? Goed, je had er eigenlijk bij moeten zijn. Ja. Hadden we graag gedaan. Na de wedstrijd tegen Eindhoven, het 1-0 verlies toen, viel me op dat jullie eigenlijk wel vol zelfvertrouwen waren van we hebben gewoon ons niveau niet gehaald en daarom hebben we verloren. Ja, ik denk ook dat het de enige manier is en ik denk ook dat het terecht was. Want wat ik in de rust tegen ze gezegd heb is dat ze de eerste 20, 25 minuten hartstikke goed voetbalden. Ja. Maar dat ze met dat overwicht te weinig agressief omgingen. En daarmee bedoel ik dat het te weinig kansen en dus goals heeft opgeleverd. De zin Almere City is klaar voor de Eredivisie, die horen we eigenlijk elk jaar, denk ik, de afgelopen... Wie spreekt die dan uit? Ja, misschien de media. Maar misschien Meneer ook wel... Meneer Bess heeft het ook vaak gezegd. Ja, misschien ook iedereen eromheen. Omdat dat misschien ook een club die het financieel aan zou kunnen, die de potentie heeft met een stad erachter. Voel jij dat ook zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel meer clubs zijn in de KKD die dat prima voor elkaar hebben. Waarbij ik altijd wel wat ruimte overhoud voor de opmerking. Er is altijd wel wat te verbeteren. Ja. Dat zal hier natuurlijk niet anders zijn. Maar goed. Wie weet. De waarheid ligt altijd op het veld. Eerst even zijn Eindhoven. Zeker niet achter de microfoon. Je doet een aardige poging. Luister met open vizier, zou ik zeggen. Absoluut, tegen alle kijkers van deze video. Dankjewel, Alex. Alsjeblieft. Thanks. Tot morgen. Ja, wat is het? Morgen. Goedemorgen. Breakfast for champions. Proost. Proost, man. We gaan naar MVV nu. Gelukkig niet zo ver weg. Nee, gelukkig maar 2 uur rijden. Dan naar VVV. Ook niet zo ver weg. Ja. En dan gaan we naar Almere. Ja, en dat doen we gelukkig zonder broestel.
Ja. Want die heeft echt de werkzaamheden te doen. God mag weten wat het is. Met z'n allen! In de keuken, kampioenenvisie. Wie wil dat nou zien dan? Het is toch geniaal, man. In de keuken, kampioenenvisie. Gaat zeker iets gebeuren. Met kaak en nieuws. Larsie, ja. We staan waarschijnlijk bij het slechtste tankstation van Nederland. Ja, en waar het langste duurt. Nou, als je nou, net zoals ik, houdt van een breakfast for champion en je komt hier, dan ben je toch al gauw het haasje. Gaat nee, niet te doen. Het is hier twee baans met je fucking vouwwagen. Mooi vrouw, ja. Als ik ooit het voor het zeggen zou krijgen wie een rijbewijs houdt of hem moet inleveren, dan reed ik hier heerlijk in mijn eentje op de weg. We zijn in de Geuzelt. En wat verwachten we ervan? Nou, we zitten nu even trainingje te kijken. Maar mensen zijn scherp hier hoor, spelertjes zijn scherp. Wordt goed afwerkvormpje gedaan, daar lopen we nu naartoe. Ja, hier, op, hangen. Sfeer is perfect, toch? Ja, het is lekker rustig hier. Hallo, de skikkers. Ja, zeker. Kunnen jullie ervan? FC Afkik zijn wij van. FC Afkik. Het is voorspelling voor de volgende. De voorspelling van morgen. We hebben een 12e speler, dat zijn die supporters, de ja. Inside, ja. De 12e speler, 3-2. Wat stel dat het draait uit de penalties? Romain Matthijs. Ja, die penalties. Is het nou een loterij of niet? Ja. Kan je erop trainen? Nee. Nee? Als je wel eens kijkt op TikTok, dan hebben ze een keer van die schijnbewegingen. Ja. Zie dat ze dat eens moeten proberen. Ik ga het ze even voorstellen zo meteen. Ja. We hebben de voorbeschouwing zo meteen. Dus gaan ze even vragen of die dat als ze dat kunnen. Ja. Goed. Succes. Ja, jullie ook. Ja. Dankjewel. Hey. Mike, Ruben, staat hij goed? Ruben, doe even, kijk even. Ja, nu wel hè. Ja, klasse. Nu wel. Klasse. Sterk. Wij hadden het maandag met Jort over de dopingcontrole, dat hij niet kon plassen. Je vertelt net, het is niet gelukt. Nee, ja, hij zei al, normaal pas ik al pas de dag erna, hij kan nooit plassen. En zie ik hem vervolgens met twee biertjes staan. En toen zei hij van, nou, nu moet het wel lukken. Dus volgens mij had hij wel in één keer volgeplast. Is het spannend, zo'n dopingcontrole? Want ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Nee, absoluut niet. Nee. Ja, je gaat gewoon plassen en je hoopt eigenlijk meteen gewoon die 90 milliliter aan te tikken. En dan vervolgens hak de helft. Ja, dan zit je dan nog een uur te wachten. Dat is eigenlijk meer het frustreren en spannen duidelijk. Niet met dopingcontrole dat je denkt, shit, ik heb toch even een paracetamol. Nou ja, nee, helemaal niet. Nee, je moet van tevoren aangeven welke supplementen en dat soort dingen. Zeg maar dat je niet dus, een onanaatje doet, zeg nee, maar. Nee, precies. Nee. Dus ik heb niet gelogen over een supplement, anders... Okay, goed. Neem je supplementen? Ja. Magnesium? Ja, onder andere, ja. Kijk, wat nog meer? Vitamine D, visolie, andere dingen voor knieën. Voor je knie? Ook ja. Bijna een influencer ook. Nee, valt mij ja. Af en toe. Maar neem jij supplementen? Ik neem supplementen, maar iets anders denk ik dan die andere hier. Ik neem andere, iets andere voedingsstoffen tot mij. Ja, mooi wel. Maar hier is het echt heel ontspannen, alsof het gewoon morgen... Telstar thuis is 16e speelronde. Ja, het is natuurlijk nog alles voor te spelen. En ik denk dat wij thuis heel erg sterk zijn. Dus we moeten gewoon de wedstrijd ingaan alsof we gewoon... niks te verliezen is en gewoon voor de overwinning gaan. Thanks, Finn. Heel veel succes morgen. Ja, hartstikke bedankt, man. Ja. Hey. Moeten we nog een voorspellingje doen? Ja, een voorspellingje. Ja, wat denk een kleinste voorspellingje. Ja, wij gaan met de overwinning. Ik hoop gewoon een lekkere 2-0 overwinning thuis. Neem een bakertje voor je mee. Ja, als we in de playoffs zitten, dan drinken we helemaal niet. Nee? Dus dan, nee, tuurlijk. Ja, neem hem voor je mee. Waar je voor doet, dus dan... Neem hem voor je mee, drinken we hem zelf op, Lars. Juist. Precies, doe dan maar. Dat is goed. Thanks. Hier is het eigenlijk heel ontspannen. Nou ja, misschien voelt dat niet zo voor jou? Nou nee, zo voelt het niet. En voelt het ook voor ons allemaal niet zo. Want we weten verdomd goed dat we play-offs spelen. En hier hebben we ook heel hard naar gewerkt met z'n allen. En we willen ook graag doorstoten tot misschien wel naar de Eredivisie. We willen ook proberen voor die promotie te gaan. En het is niet zo van, oké, we zien wel waar het schip strandt. Nee, we willen echt wel een rol van betekenis gaan spelen. En ik denk ook dat we de afgelopen seizoen ook hebben laten zien dat we een rol van betekenis hebben gespeeld. Ja. Wat is het geheim van de meester dan? Normaal doen. En dat zou je ook eens moeten doen normaal. Dat zou wel leuk zijn een keertje. Nee, wat is het geheim? Nou ja, we hebben met z'n allen gewoon in eerste instantie een team van gemaakt, gecreëerd. Met een duidelijke visie, speelwijze, samenspraak met ook met de club. En daar ook de bepaalde spelers bij gehaald. Je hebt dan ook bijvoorbeeld Ruben van Bommel natuurlijk. Het gaat nergens anders over bijna. Help je hem nog op een bepaalde manier om zijn hoofd erbij te houden of is dat helemaal niet nodig? Nou, ik heb het wel eens een paar keer met hem daarover gehad.
Maar ja, die uiteindelijk heeft natuurlijk ook zijn familie. Kon ook waardig voetballen. Die, ja, en die weten wat er gevraagd wordt op een nog hoger niveau. Ja, dus nee, ja, en hij gaat er zelf, ja, hij is er zelf ook, denk ik, het type persoon die gewoon zelf al vrij nuchter is en ja, relaxed onder alles. Ja. En hij maakt zijn eigen daar niet zo druk over. Een van de belangrijkste spelers van MVV dit seizoen. Ja, dat kun je zeggen, ja. Het is nu natuurlijk heel makkelijk praten, maar begin van het seizoen had je dat opgeschreven, 15 goals? Nee. Misschien nog niet eens 5 opgeschreven, denk ik. Nee, ik kwam er dit jaar pas bij de voorbereiding. Nee, mooi. Wat ik me dan afvroeg is, je hebt natuurlijk een beroemde vader, daar gaat het heel erg vaak over. Heb je net al met hem over dit soort wedstrijden? Hij was ook aanwezig in Breda. Ja, je hebt het gewoon over de wedstrijd die je gespeeld hebt, maar niet van tevoren speciaal over de wedstrijd of zo, of dat het een playoff wedstrijd is. Nee. Laat hij jou daar een beetje in los, zeg maar? Ik bedoel, bemoeit hij zich gewoon, denkt hij, laat jou lekker je ding doen met het team en niet... Hij wil me ook geen druk opleggen, denk ik, dus hij zegt zo min mogelijk tegen mij, maar dat vind ik ook fijn. Wij maken een podcast over de Keukenkampioendivisie met Joop Buiten en Fede Bond. We hebben het heel veel over jou gehad ook. Ook bijvoorbeeld omdat Joop een ADO-supporter is. Je hebt hem natuurlijk ooit verloren gemaakt. En die noemt jou eigenlijk al het hele jaar Roy Donders. Ja. En dat ziet hij als een enorm compliment. Wat vind je er zelf van? Ja, voor Roy is voor jou niet. Nee, ja. Nou ja, deze opmerking heb ik al vaker gehoord. Ja, die wordt wel... Ik word ook wel vaak met Roy Donders vergelijkt. Ja, nou is het wel een beetje weg aan het appen, maar een tijd terug werd ik wel eens ook al langs het veld. Hey, Royke. dus ja, goed. En ik kan het wel eens bij voorstellen. Spelersgroep, waarvoor ik ook gewerkt heb bij Eindhoven, hadden ze wel eens een foto opgehangen rondom het stadion, in het stadion, met mijn gezicht en die van Roy Donders. Ja, ik kan begrijpen, dat het zouden twee broers kunnen wezen. Gelukkig is het niet zo. Gelukkig is het niet zo. Ja, voor mij allemaal leuke gasten, man. Leuke club, MVV. Goeie interviews van ons. Ja, misschien winnen we wel een tegel ermee of zo. We gaan inpakken, man. Ja, gierende banden. We gaan naar Venlo. Ja. We hebben gisteren nog bij de McDonald's gegeten, dus daar hebben we geen zin in. Dus, nu wordt het iets anders uit de frituur. Gaan we culinair doen. Ja. Ja, we maken het even goed van vanmorgen dat we geen frituur hadden bij de... Kijk, dit vind ik wel echt master. De party stick, ouwe. Maar dit is wel echt voetbal. Ja, maar dit is echt een portie patat. Ja. Geen halve werk, go hard or go home. Kijk, het valt ook niet mee wat we doen, hè? Nee, hard werken. Het is hard werken. Die motor moet blijven draaien. Geen idee, Larsie, of hier getraind wordt op een of ander duur trainingsveld. Ga je even kijken? Ik kijk wel even wat ik doe, ja? Yes, nou, het is prachtig hier. Jij bent ook geen 31 meer. Nee. Ik heb mijn handje aan de reling. Ik moet wel zeggen, mooi gebied. Ja, ik vind het dus een van de mooiere stadions van Nederland qua compositie. Waarom? Wat mooi is aan de hoofdtribune is dat het ook eigenlijk uit een soort noodtribune bestaat en een soort grasduin en dan een derde ring erboven. Ja, ik denk dat deze staantribune vrij, anoniem is, er zit een hoekje in. En daar, nou ja, een vrij korte hoofdgroene. We zijn er, maar wel mooi die bossen op de achtergrond. En gewoon echt gras. Dat is een mooi ding, hè? Een mooi dingetje, man. Ik zag een aardige penalty hebben. Je hebt niks gefilmd. Draait iemand? Het draait helemaal, Lars. Oké. Neem jij het woord? Ja, ik wil best het woord nemen. Kees, daar staan we dan hier bij VVV. We hebben net de training gezien. Lekker scherp allemaal. Het was een ontspannen training, maar met de scherpte zit het denk ik wel goed. Ik hoorde mensen her en der zeggen, Willem II werd wat arrogant. Deel jij die mening? Dat weet ik niet. Ik zat op de bank de eerste helft, maar... Kan je het goed zien, hè? Kan ik het wel goed zien, inderdaad. Ja, maar misschien werden ze wel wat nonchalant en dachten ze dat ze het al binnen hadden. Mm. En natuurlijk ook een beetje gelukkig gelijk gekomen met de rust. En dan heb je toch wel een beetje dat momentum te pakken, natuurlijk. Ja. En dan moet je eroverheen klappen. Had jij nou nog een vraag gehad dat je zegt, waarom vragen jullie dit nou niet aan mij? Wat zijn er nou voor twee oliebollen?
Helemaal fit voor morgen. Ben je helemaal fit voor morgen? Ik ben fit voor morgen. Ja, dat had ik al lang gezien, jongen. Dat had ik al lang gezien. Dat wist ik al lang. Nou, nog een keer. Thanks, hard. Als je dankjewel. Ga je ook niet juichen dan als je dan scoort tegen NAC en tegen al jouw clubs? Ik moet zeggen... Of juist extra? Nou, bij Almere... Ja, ik weet niet echt wat daar gebeurd is, maar... de supporters was niet zo goed bevallen volgens mij. Mm-hmm. Dus jij was niet zo goed bevallen? Nee, dus vorige wedstrijd heb ik daar wel gejuicht. Ja. Heb jij de trainer nou al aan zijn mouwtje getrokken? Van wacht eens even, ik en Sven gaan niet meer uit elkaar de komende wedstrijden. Ik denk als we zo spelen zoals afgelopen wedstrijd, dat ik het niet eens hoef aan te geven bij de trainer. Maar hoe kan dat dan? Pakt het nu opeens goed uit? En waarom is het eerder niet? Wat is daar de reden van? Ja, is er niet zo'n? Is het niet echt de reden? Nou, ik denk dat we spelen nu ook natuurlijk een ander systeem. Mm-hmm. Ik ben ook wel eens met Sven op een gegeven moment nadat hij terugkwam van zijn blessure. Vooral gebruikt vanaf de zijkant, naast hem eigenlijk. Maar ja, ik heb eigenlijk bij andere clubs, bij Almere en zo, ook aan de zijkant gespeeld. Maar ja, dat is voor mij eigenlijk niet echt de positie. Ik ben niet een jongen die één op één acties opzoekt. Ik moet het eigenlijk juist hebben gewoon om in de 16 te zijn. En nu denk ik met dit systeem dat we samen heel veel in de 16 komen. En ik denk dat dat het grote verschil is. Ja, ik ga er natuurlijk vanuit dat we gewoon volgende week hier weer een potje staan te spelen. Dus, 0-3? 0-3 is overdreven, maar... 1-3. Wat ook jij? Lijkt een hele goeie. Als ik drink, dan wodka appelsap. Wodka appelsap? Oh, dat is lekker. Dat is echt lekker. Ja, maar dan moet je eigenlijk die hebben... Een klein... Je moet die wodka dan hebben met die bison ding erin. Ja. Want dan, als je die namelijk doet, dan is het net appeltaart. Op de een of andere manier maak ik dat... Nee, dat is echt waar. Dat is geen grap. Goed advies. Als jullie promoveren, maken we dat. Dan zorgen wij voor een wodkaatje appelsap. Nice. Thanks. Yes. Dankjewel. Top, jongen. Top. Nou, we gaan nu weer naar... Almere! Ja, we gaan nu even voor een wedstrijdje kijken. Back together! Gaat hier de ontknoping van de eerste speelronde plaatsvinden? Als we het halen, dan wel. Zeker! Ik ga hem snel neerzetten. Nog 20 minuten om aan, goed je weer te zien. Kom vrienden. Ja. Oh kijk, hij neemt gelijk het initiatief. Dat is ook een head of content, hè? Hoe was het vandaag? Bij VVV werden we met open armen ontvangen. Ja. Door onze vriend Jurgen. Dat was top. Blummeltje die herkende ons. Ja. Dat was erg gezellig. Leuk gozer. Ruben van Bommel luisterde wel eens naar de dailies. Ja? Nou ja, een jongen met een goede smaak. Dat zie je gelijk. Ja. Maurice Verberne. Dat was ook een hele open, gezellige man. Nee, Almere wel even een stukje beter. Nou ja, je snapt in ieder geval gelijk wat zij bedoelen met als we ons niveau halen, dan winnen we hier. Lassie. Yo. 0-0. 0-0, de brilstand. Ja, wat kan ik zeggen? Brimmetje, goede harde draver. Maar die had er natuurlijk wel ingemogen. Almere wel iets beter. Wat een kans, man. Wat een kans. Hij wil hem plaatsen, maar dan moet Brim nooit doen. Lars en Mart hebben voor ongeveer 80 euro van ons budget aan patat gefroten. 20 euro aan patat uitgegeven. 20 euro? Ja. Maar ik heb sinds vanochtend niet meer gegeten. Maar ik moet echt wat eten nu, man. Anders val ik echt om. Wat een goal, wat een goal. Wat een goal. Bizar. We gaan nog even verlengen. 94. We gaan nog even verlengen. Maar wij worden gek. Maar dan denk je alles gehad te hebben. Absoluut, precies. En dan heb je hier... Jezus, ben jij er ook opeens? Ja, nou ja, even KKD kijken. Play is het mooiste wat er is. What the fuck is dit? Ja, schitterend in de goal, maar ik heb een korte broek aan. Ja. Dat is echt fucking koud. Wat vind jij? We kunnen er weer in stil. Vind jij dat je in een korte broek aan een persgebuur kan? Wees niet te laat, want we gaan hier straks met een spektakel. Nee, een persgebuur, dat is niet. Nee. Oké, okay, andere vraag. Vind jij dat je, als je met z'n tweeën iemand interviewt, dat je allebei een zonnebril op mag? Nee. Hebben zij dat gedaan? Lars? Weet u het eerst? Ik schaam de old time op. Ik zit gewoon wat zij nog in kunnen brengen. Ik ben benieuwd naar Duivensteintje of iets. Ik ook. Heeft. Zo, goed bezig gehad. Gefeliciteerd. We zijn Young Wellens kwijt. Ja, dat zijn we heel vaak. Lars moest even pissen. Lars moet even pissen. Zo, gefeliciteerd man. Dankjewel, man. Het was fucking spannend. Niet normaal, hè? Hey, zo. Ja, hey, je hebt een shirt erbij. Groter ben jij hoor. Ongelooflijk.
Dan regel ik maar gelijk. Ja, in grote. Ja, mooi. Welke maat zit? Deze heb ik zelf gedragen. Dat is... Max Warn. Max Warn. Zo, wat een eer. Van Coco. Iedereen heeft net getekend. Echt net. Ja. Hij is vers. Net aan tekenen en met mijn eigen nummer. Ongekend. Match Worn. Oké. Okay. Maar is niet van vandaag, maar nee. Een andere periode. Hij is een keer gedraagd. Ja, gruwelijk zeg. Ja, dat iedereen, is heel fijn. Voor Kika. Iedereen, ja, inderdaad. Nou ja, de mensen kunnen bieden in de comments of we zien. Waar dan ook. En nu hebben we het verloop van de players. Wat hoop je nou? Je gaat morgen op de bank liggen. Ja, ik ga morgen natuurlijk wel kijken. VVV of Willem 2? Je zou natuurlijk eerder neigen naar VVV, die ook wat, wat minder zijn geëindigd gewoon, maar wij hebben ook twee keer dit seizoen van hun verloren, dus het is vooral gewoon lekker kijken en ik ben lang blij dat we er nog in zitten. Alex, jij bent voor mijn gevoel altijd wel cool. Ik bedoel, je bent een trainer die zich wel uitlaat en goed kan praten, maar je moet nu ook wel een beetje gek zijn geworden tijdens de wedstrijd, toch? Tijdens die slotfase. Nee, tijdens de wedstrijd niet hoor. Nee, ben je dan? Maar kan je echt bij die doelpunten ook? Ja, dat... Van mij wordt verlangd dat ik klinisch analyseer. Ja. En dat is ook wat ik vaak doe. Dus bijvoorbeeld, dan maak je een goal en dan krijg je meteen een penalty tegen. En dan, dat doet me echt letterlijk helemaal niks. Maar nee, kan ik me dat bijna niet voorstellen. Ja, nou, dat hoeft maar kan niet. Maar kan je dan... Want... En dat wordt op dat moment gevraagd. En op het moment dat je je laat meeslepen door euforie bij zo'n goal... of juist enorme teleurstelling, penalty tegen die er uiteindelijk ingaat... Dat schiet je allemaal helemaal niet. Maar is dat niet heel moeilijk om dan zo erg in de concentratie te blijven, in de focus? Voor mij niet. Laat dat dan een van de hele weinige dingen zijn die ik wel kan. Ja. Dat was hem weer voor vandaag, jongens. Yes. Dat was hem weer. We zijn een shirt rijker en een club in de playoffs armer. Eindhoven. Ja. Eindhoven is een illusie armer. We hebben de eerste halve finalisten. Eerste legend, Lens Duijfstein, is absoluut een legend. Zeker bij. Hey, jullie hebben vandaag echt gestreden. Ja. Naar Maastricht en Venlo geweest, toen hierheen. Ik alleen hierheen. En morgen... Mogen jullie weer daarheen en ga ik lekker voetballen. We kregen wel van jou op onze kop, Roestel. Ja, ik heb wel één aanmerkingje / opmerkingje. Je gaat niet mensen interviewen met de zonnebril. Echt, ik schaam me echt kapot, man. Dat vind ik echt zinnig.